Nou, die Romeinen waren natuurlijk destijds al heel vindingrijk. En die hebben heel veel nieuwe ideeën tot ontwikkeling gebracht en nieuwe methodes. Die waren de tijd ver vooruit. Dus ja, het moet bijna wel dat ze dit ook een heel goed idee gevonden hebben. Romeinse kaas. Deze dames produceren volop vanaf een boerderij in Nederweert. En dit is Anton Wijen, boer en kaasmaker. Ja, deze dames die zorgen voor de basis van onze kazen. Even een disclaimer. Zoals Anton ze maakt is wellicht een tikkeltje anders dan de Romeinse boer. Ja, ik denk dat het een beetje van mengelig is geweest. Omdat in Italië en Romeinen natuurlijk ook wel van koe, schaap en geit. Hè? Na historisch onderzoek en een lang rijpingsproces in zijn kaasmakerij toont Anton nu vol trots zijn eerste Romeinse kaas. Ja, dit is het resultaat. Dit zijn de Limburgse kazen. Die liggen te wachten op de verkoop die wij gemaakt hebben. Naar oud-Romeins recept met Romeinse, of in ieder geval Italiaanse kruiden, die toen in die tijd ook in het Romeinse Rijk in Italië al gebruikt werden en groeiden. En dat de Romeinen geschiedenis hebben geschreven in Limburg is bekend. Maar nu kunnen we de geschiedenis ook proeven. Ja, dat zijn de kruiden. Dat is de peper, citroen, koriander, lavasblad en nog een paar geheimpjes. Die in een bepaalde verhouding in onze kaas verwerkt zijn. Want er blijft geheim van de smid bij zitten. Jazeker. Wat de Romeinen al wisten. Jazeker.